Ik ben Jean-Jacques de Gucht. Welkom bij Hoe zit het? Een nieuwe podcast over uw vrijheid. Ik wil het in deze podcast hebben over euthanasie. En het klopt dat er vrolijkere onderwerpen bestaan om te bespreken. Maar de manier waarop een samenleving omgaat met het levenseinde vertelt eigenlijk ongelooflijk veel over die samenleving. Over de verhouding tussen het individu en de staat. Over op welke manier de politiek kijkt naar de idee van vrijheid. In welke mate we als samenleving belang hechten aan de individuele vrijheid. De vrijheid om zelf te kunnen kiezen op welke manier je omgaat met waarschijnlijk de moeilijkste, de zwaarste beslissing. Namelijk hoe je omgaat met je levenseinde. Met andere woorden, de manier waarop we omgaan met het levenseinde typeert ons als samenleving, als maatschappij. De euthanasiewet en de patiëntenrechtenwet zijn een van de belangrijkste progressieve wetgevingen. Trouwens niet alleen van ons land, maar zelfs over de hele wereld. Ze is tot stand gekomen meer dan 20 jaar geleden. Vooruitgangsoptimisme was niet zomaar een denkhouding, ze was een feit. Alles was mogelijk. Ik denk dat er twee belangrijke elementen een politieke context hebben gecreëerd die dat mogelijk hebben gemaakt. Het eerste was dat je voor het eerst sinds mensenheugnis een coalitie kreeg waar Christen-Democraten geen deel van uitmaakt. Dat was uitzonderlijk, want de CVP was langer aan de macht in België dan Mobutu ooit heeft geregeerd over Zaïre. Dat is meer dan 50 jaar. En opeens komt er een constellatie waar zij niet meer nodig zijn om een meerderheid te vormen. Dus de belangrijkste ideologische tegenstander van euthanasie, of van het homohuwelijk, want al die ethische dossiers zaten geblokkeerd, was er opeens niet meer bij. Het tweede belangrijke element is dat de Paarse regering ik heb dat ooit omschreven als een generatieproject. Je zag opeens dat de Hanes, de Tobaks, de IJskensen allemaal in de coulissen verdwenen en dat een nieuwe generatie, Verhofstadt, Jos Gijsels, allemaal veertigers op dat moment, dat die de macht overnamen in de wedstrijd. En de veertigers waren veel gevoeliger voor die ethische thema's dan dat de oudere generatie dat was. En ik denk die twee, een jongere generatie en geen interne tegenstand ideologisch van christendemocratie, dat die de Paarse regering de vrijheid hebben gegeven om eindelijk werk te maken van die ethische dossiers. Nu, 20 jaar later, lijkt het wel of we op een andere planeet leven. In een andere wereld. Conservatisme en populisme zijn terug van nooit echt weg geweest. Meer dan eens bekruipt mij het gevoel dat onze samenleving op eenzelfde kantelpunt staat dan in de jaren 30 van de vorige eeuw. Laat ons hopen dat de geschiedenis zich niet herhaalt. Maar we kunnen er niet omheen dat onze democratie onder vuur ligt. Door extremisten. Door regimes voor wie Europa, de bakermat van de liberale democratie, een bedreiging vormt. De maatschappij evolueert aan een ongelooflijk tempo. En onze instellingen lijken soms niet te kunnen volgen. En dat maakt die instellingen kwetsbaar. Dat maakt ons kwetsbaar. Juist daarom is uw vrijheid zo belangrijk. Belangrijker dan ooit tevoren. In deze podcast wil ik in 4 stukken uitleggen hoe ons land de afgelopen 20 jaar met euthanasie is omgegaan. Je hebt de progressieve reuzensprong eind jaren 90. Vervolgens de eerste uitbreiding 15 jaar later. De conservatieve tegenstand door de jaren heen krijgt een centrale plaats in het derde hoofdstuk. En tot slot ga ik dieper in op de tekortkomingen van de huidige wetgeving en hoe en waarom deze best wordt aangepast. Maar wat is euthanasie nu eigenlijk? Euthanasie komt uit het Oud-Grieks en betekent letterlijk milde dood, de genade dood of goede dood. Als onze tijd daar is, moeten wij zelf als mens kunnen beslissen over ons levenseinde. Euthanasie omvat alle acties die de dood van een mens versnellen, zonder dat de patiënt hier pijn door krijgt of afziet. En die euthanasie die is alleen maar mogelijk als de patiënt er zelf om gevraagd heeft en als hij of zij ondraaglijk lijdt aan een ongeneeslijke ziekte. Maar laat ons even teruggaan in de tijd. We schrijven het jaar 99. De Christen-Democraten van de CVP, de huidige CD&V, verliezen de federale verkiezingen. Een schok gaat door het land. De CVP was 52 jaar onafgebroken aan de macht geweest. Maar in 1999 ging de CVP voor het eerst in meer dan 50 jaar
in de oppositie. Een paars-groene coalitie onder leiding van Guy Verhofstadt kwam in de plaats. Ik was zelf nog maar 15 jaar, maar je voelde meteen dat er iets te gebeuren stond. Een nieuwe energie door het parlement. De stilstand op ethische dossiers werd eindelijk doorbroken. Niet alleen trouwens euthanasie, maar ook rechten voor de holibi-beweging, zoals het homohuwelijk of adoptie door homokoppels werd mogelijk. En heel belangrijk, die euthanasiewet, die ethische wetgevingen, die zijn tot stand gekomen in het parlement, niet in de schoot van de regering. Het was eigenlijk evident dat als er een paarse coalitie kwam, de eerste natuurlijk met de Groenen, dat die dossiers, dus homohuwelijk, euthanasie, waar dat er al parlementaire initiatieven waren genomen, dat die er onmiddellijk terug op tafel zouden komen en zouden doorkomen in het parlement. En want zowel bijvoorbeeld om euthanasie te geven, zowel Groenen geloof ik als de socialisten als wij hadden al wetsvoorstellen ingediend. En dus was het bijna een evidentie dat dat samen zou vloeien in een parlementair initiatief dat eigenlijk een vrij grote meerderheid heeft gekregen. En hetzelfde gebeurde dan 2 jaar later met het 2003, als ik me niet vergis, ook met het homohuwelijk. Dus in feite, in al die dossiers was het niet de regering die zei hier een voorstel en het is te nemen of te laten enzovoort. Het is eigenlijk de fracties in het parlement die bijeenkwamen. En vrij snel, vrij vlot een akkoord daarover bereikte, zowel over de euthanasiewet als over het homohuwelijk, als later in een volgende fase de adoptie door homoparen. Juist omdat die ethische dossiers zo belangrijk zijn, kregen alle parlementsleden de vrijheid hun eigen geweten en oordeel te volgen. Eindelijk was er openheid. Met dit in het achterhoofd begrijp je ook waarom sommige parlementsleden van de meerderheid zich onthielden, maar ook sommige oppositieleden voorstemden. Het was een bewuste keuze om dat in het parlement te doen. Ik herinner mij van de basiskenmerken van de oude PVV was altijd, wanneer het gaat om ethische problemen, dan mag iedereen stemmen zoals hij wil. Maar dat betekende niet dat wij niet de voortrekkersrol namen, bijvoorbeeld met Lucien Herman Michielsen over abortus. Bijvoorbeeld met Janine Leduc in de euthanasiewet enzovoort. Maar er was altijd de mogelijkheid voor een parlementslid die om een of andere reden, voor ethische reden, niet akkoord kon gaan, van of zich te onthouden. Dus dat is nooit in vraag gesteld geweest. Maar het is evident dat een blokkering, zoals een christendemocratische partij die in de regering zit en in de regering zegt, kijk, als je daarmee voortgaat, dan komen er problemen in de regering. Zoiets natuurlijk, bestond niet. Is er nooit geweest tijdens de paarse en de paarsgroene regering. Het wetsvoorstel in de Senaat werd ingediend door de senatoren Janine de Duc van onze eigen partij, Philippe Mahou, Philippe Monfils, Myriam van Lerbergen, Marie Nagy en Jacinta de Roek. En het voorstel vormde één geheel met 2 andere wetten die in dezelfde periode werden goedgekeurd. Een eerste over de palliatieve zorg en een tweede over de patiëntenrechten. De wet over de palliatieve zorg die garandeert dat elke patiënt, ongeacht zijn of haar levensverwachting, recht heeft op palliatieve zorg als hij of zij zich bevindt in een vergevorderd of terminaal stadium van een zware en ongeneeslijke ziekte. Het is eigenlijk het geheel van zorgverlening wanneer geen enkele medische behandeling nog kan leiden tot genezing. De patiëntenrechtenwet, die trouwens op 1 februari 2024 nog gemoderniseerd werd, zet de patiënt zelf in die cockpit wat betreft zijn of haar zorg. De euthanasiewet die voorzag dat je bij aanhoudend, ondraaglijk en uitzichtloos fysiek of psychisch lijden kon vragen om euthanasie. Een ernstige en ongeneeslijke aandoening moest aan de basis liggen van dit lijden, veroorzaakt door ongeval of ziekte. De vraag om euthanasie moet altijd vrijwillig, goed overwogen en herhaaldelijk gesteld worden. De redenering van sommige tegenstanders dat iemand euthanasie kan krijgen die slechts 1 keer in een opwelling geroepen heeft, geef mij dan maar euthanasie, die slaat echt nergens op.
Laat staan dat iemand euthanasie zou kunnen krijgen puur en alleen omdat ze denken dat ze de familie tot last zouden zijn. Sommige critici werpen op dat de euthanasiewet de vrijheid van de arts beperkt. Eveneens hierijnse onzin. Een arts is nooit verplicht om op het verzoek in te gaan. Maar de arts moet de patiënt daar wel tijdig van op de hoogte stellen. Alleen zal het wel tot 2020 duren vooraleer dat die doorverwijsplicht in de wet werd opgenomen. Wel, het is zoals gezegd, voor 2002 werd er uiteraard ook al euthanasie uitgevoerd door een aantal artsen die hun nek wouden uitsteken. Maar het merendeel van de artsen waren absoluut niet bereid om over te gaan tot euthanasie, omdat het gewoon niet wettelijk geregeld was. En de CVP zegde toen wel, je kan je baseren op de noodsituatie wanneer er een klacht zou komen. Maar een noodsituatie is een zeer zwakke rechtsfiguur. Dus het leek mij evident dat we meer rechtszekerheid zouden creëren voor de artsen die wel bereid waren van euthanasie uit te voeren. Want tussen haakjes, je kan geen enkele arts verplichten met de huidige wet van het te doen. En je kan ook geen enkele patiënt verplichten van het aan te vragen. Dus in de letterlijke zin van het woord is het een zeer liberale wet. De euthanasiedossiers die moeten opgestuurd worden naar de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie. Kortweg de euthanasiecommissie. Die moet oordelen of de procedure gevolgd werd. De procedure die omschreven is in de wet. Is dat niet het geval, dan wordt het dossier doorgestuurd naar de procureur. Daarnaast moet diezelfde euthanasiecommissie om de 2 jaar verslag uitbrengen aan het parlement. Het is eigenlijk een commissie die afhangt van het parlement en die is per definitie pluralistisch samengesteld. Mensen vergeten dat soms. Denken dat dat een clubje is van euthanasiegezinden. Ik bedoel daarmee dat de commissie bestaat uit 16 leden en daar zitten zowel leden in die gunstig en ongunstig tegenover euthanasie staan, gezien die leden benoemd worden door de politieke fracties van het parlement. En dat betekent dus dat die commissieleden als taak hebben om niet te oordelen of dat euthanasie moreel moet aanvaard worden of niet. Zij moeten gewoon nakijken of de euthanasiewet correct is nageleefd. En dat betekent dus dat die commissie een minder beperkte macht heeft dan men algemeen nog wel aanneemt, in de zin dat de commissieleden gewoon nakijken of de grondvoorwaarden en de procedurele voorwaarden van de wet zijn nageleefd. En indien dat zo is, dan wordt het dossier gewoonweg goedgekeurd. En misschien een interessant detail om vast te stellen is dat het dossier van Tine Nys unaniem werd goedgekeurd 10 jaar voordat het assise proces plaatsvond, unaniem, dus ook door leden die ongunstig staan tegenover euthanasie. En ja, er was veel tegenkanting. De bisschoppen van de Belgische kerkprovincie publiceerden een gezamenlijke verklaring waarin ze euthanasie afkeurden. Ze brachten palliatieve zorg als alternatief voor het opzettelijk doden naar voren. Alsof dat palliatieve zorg een tegenstelling zou zijn. Op 25 oktober 2001 werd de euthanasiewet in de Senaat goedgekeurd. Met 44 voor, 23 tegen en 2 onthoudingen. En op 16 mei 2002 werd de wet in de Kamer goedgekeurd. Met 86 voor, 51 tegen en 10 onthoudingen. De wet uit 2002 was niet perfect. En je kan je terecht de vraag stellen waarom we toen niet meteen alles geregeld hebben. Wel, er bestaat zoiets als de politieke realiteit. En de realiteit was dat er over bijvoorbeeld euthanasie in het geval van verworven wilsonbekwaamheid, bijvoorbeeld dementie, dat er geen consensus bereikt kon worden. En wat doe je dan? Laat je een historische kans liggen omdat je niet 100% je zin krijgt of ga je voor een compromis, zodat je later verder kan bouwen op de basis die er ligt? Wel, Jeanine Duc, grand dame van mijn partij, en helaas vorig jaar overleden, die ging voor dat compromis. Ze is gegaan voor het haalbare,
om toch gehoor te geven aan wat de samenleving wou. Wij zijn voor die eerste stappen gegaan, goed wetende dat de euthanasiewet zeker nog niet af was. Laat staan volledig.